Saporilla, the water, the Georgiana Baptist program. We gaan het feit dat God graag nieuwe dingen doet volgend jaar. God gaat in het nieuwe jaar nieuwe dingen doen in u en in mijn leven. God, de keuze is aan u en mij om in verwachting te zijn. En ik zat zo te denken, wat zou ik doorgeven zo aan het eind van het jaar? En terugblikkend, dan moet ik eerlijk zeggen dat in de jaren dat ik zo aan God mag dienen, ook als verantwoordelijke, toen ik nog jong was, als oudste van de gemeente, zo 38, 37 jaar geleden. En je maakt dan heel veel jaarwisselingen mee. En één ding heb ik gemerkt. Dat we willen graag verwachting hebben in het nieuwe jaar. We willen graag ons openstellen tot God. Maar we kunnen soms niet afrekenen met hetgene wat afgelopen jaar in ons leven is voorgevallen. Of misschien zelfs nog langer. Dat we daardoor die ballast van 2019 straks meenemen. Het is goed om dat achter te laten in 2019. En in 2020 binnen te gaan, blanco. Wetende dat Hij zingt een lied over u. De God, schepper van hemel en aarde, Hij zingt een lied over u. Als ik daar gewoon bij stilsta, bij dat lied wat we net eerder gezongen hebben. Zephaniah 3 vers 17 zegt, Hij wil wonen in ons. Hij is onze bevrijder. Hij zingt een lied over ons. Lees maar. Zephaniah 3 vers 17. De God, schepper van hemel en aarde, die bereid is geweest om zijn zoon te schenken, zodat u en ik in vrijheid met hem die omgang mogen hebben. Hij zingt een lied over u en mij. En dat geeft mij rust. Dat zegt mij gewoon heel simpel, uw oog is op mij. En wanneer we werkelijk beseffen dat zijn oog is op ons, dan willen we het nieuwjaar ingaan met grote verwachting. Maar de tijd heeft geleerd, de tijd heeft mij laten zien, door al die jaren heen, dat vaak de grootste obstakel is om in verwachting te zijn in het nieuwe jaar, oude pijnen zijn van het jaar die we hebben doorgemaakt. Bijvoorbeeld van 2019. En wat is dan de sleutel? Wat is dan de sleutel? De sleutel is vaak vergeving. Want pijn en teleurstelling die we meemaken zijn onvermijdelijk. Dat maken u en ik elk jaar weer mee. We worden soms afgewezen, worden soms nagewezen. Ja. Maar de vraag is, hoe gaan wij ermee om? Hoe gaan wij ermee om? Ja. Durven wij dat bij hem achter te laten? Weet u, kent het verhaal van Jozef? Hij had alle reden om verbitterd te worden. U kent dat verhaal toch? Jozef verkocht door zijn eigen broers en in een vreemde, in de gevangenis terechtgekomen, maar op een gegeven moment toch door God verheerlijk. Toen hij nog jong was, had hij van die stoutmoedige dromen. Daar aanmoedig ik ons allemaal, maar in bijzonder ook de jongelui, beste luisteraars, blijf dromen. Blijf dromen. Heb verwachting van hetgeen wat God bij machte is te doen. In u en in mijn leven ook in het nieuwe jaar. Waarom was hij zo krachtig in die moeilijke periode? Dat hij als slaaf werkte bij Potifar, dat hij in de gevangenis zat. Omdat zijn ogen waren altijd op God gericht. En wat was de kracht van Jozef toen hij zijn broers ontmoette? En toen zij bang waren in het laatste hoofdstuk van Genesis. Toen zij bang waren dat hij hen nu even... Dat hij zijn graf ging halen vanwege wat hij gedaan had. Dat zij hem verkocht hebben als slaaf. In Genesis 50 lezen we dat. Jacob overleed en op een gegeven moment kwamen zijn broers en ze zeiden tegen elkaar, wauw, we zijn bang. Misschien dat hij nu wraak gaat nemen op ons. Maar Jozef wist de sleutel te verkrijgen van overwinning. En niet de pijn van hetgeen hem aangedaan is, ja, mee te nemen. En weet u wat de sleutel is? Vergeving. De sleutel is vergeving. Wanneer we durven te vergeven hetgene wat ons afgelopen jaar is aangedaan, dan kunnen we werkelijk vrij het nieuwe jaar binnenkomen. Geen ballast. Ja, maar zij of hij of degene die heeft mij dit aangedaan. Vergeef ze. Vergeef ze. Wacht niet totdat ze komen tot u. En of dat u met als het ware met beton, met ijzer in die schoenen daar naartoe moet gaan. Tenzij de Gods geest u daarin leidt. Dan gaat u met alle blijdschap er naartoe. En misschien wordt u alsnog afgewezen.
Want de schuldvraag ligt namelijk niet bij u, maar bij de ander. Zegt u dan, denk u dan. Maar God, die zegt, neem geen wraak. Vertrouw op mij. Vergeef. Zodat het geen last meer is voor jou wanneer het nieuwe jaar ingaat. Dat is het. We kennen dat lied ook, hè. Als er vergeving is, dan kan er genezing zijn. Van de pijn en de moeite. Als er vergeving is, dan kan er genezing zijn. En we zien het in het leven van Jozef. En u en ik kunnen dat ook. We kunnen het nieuwe jaar ingaan. Niet meer als degene die pijn gedaan is, maar degene die kan vergeven en zeggen, het is mij aangedaan. Maar ik vergeef hem, ik vergeef haar. En misschien heb je nog niet de confrontatie gehad. Maar laat je hart open zijn. Voor wanneer het moment komt, dan kom je niet met die last wat jou aangedaan is in 2019. Kom je niet en neem je niet mee naar 2020. Want het nieuwe jaar, het is een goed moment om dingen af te sluiten. Het nieuwe jaar in. Eigenlijk moet je dat elke dag doen, gedurende het hele jaar, wanneer je dingen zijn aangedaan. Maar misschien is nu wel het moment om te zeggen, nee, klopt, ik ben bereid om te vergeven. Zie, mijn moeder zei ooit tegen mij, en ik was niet zo'n lieve jongeman, jij bent geboren om alleen mijn dood te hebben. En ik had heel veel moeite mee. En ik leefde ook zodanig. Ver van huis, ver van alles wat God had bedoeld in mijn leven. En ik moest haar vergeven en ik had er zoveel moeite mee. Ik dacht, ja dag, wat ze niet heeft gezegd. En ik heb haar vergeven. En weet u, dat heeft de weg vrijgezet voor een geweldige intieme relatie met haar. In de laatste jaar van haar leven konden we als vrienden praten met elkaar. Ze beleed haar zonden aan mij. Ze zei van, ik heb dit en dat en ze zo gedaan. Ik heb jou, jullie als gezin en kinderen in bepaalde opzichten tekort gedaan. Maar het feit dat ze dat beleed, zette mij vrij. En ik hoefde niet te wachten tot het moment dat toen ik tot bekering kwam en ik het van haar verwachtte. Ik had het haar vergeven. Maar het bleef soms toch wel als een duveltje op je schouder. Hè? Dat je remindt van, oh wauw, dit vind ik toch wel moeilijk. Wat zij tegen mij gezegd hebben, of wat mij aangedaan is. Maar vergeving, lieve broeders, is de sleutel. Blijf niet het slachtoffer van wat mensen zeggen over u. Blijf niet het slachtoffer ervan. Jozef verhaal bewijst dat God je altijd op je bestemming kan brengen. God komt altijd tot zijn doel in jouw leven. En misschien zijn er gewoon een hoop obstakels. Maar wanneer God je geroepen hebt, en je hebt hem aangenomen, en gezegd, Heer, hier ben ik, geheel de uwe. En er komen stormwinden, gelijk de storm op het meer. Op allerlei zaken, in familie, of op je werk, of op school. Dan mag je weten dat de bestemming die God bedoeld heeft voor jou, uit zal komen. Mits je in die omstandigheden blijft vertrouwen op God. De juiste manier om tegenslag, afwijzing en bitterheid te overwinnen, is vergeving. We zien het in het leven van Jozef heel sterk. Maar ik heb nog een ander verhaal. Waarin ik het zo duidelijk zie, dat wij zeggen soms, tijd heelt alle wonden. Ja? Tijd heelt alle wonden, zeggen wij dan. En we denken, nou ja, naarmate de tijd verstrijkt, dan gaat die pijn wel voorbij. Vergeving houdt in dat we Gods hulp leren vragen om vergeving te schenken. Want vergeving is niet iets wat van de mens is. Vergeving is van God afkomstig. En wij kunnen vergeven wanneer de Heilige Geest werkzaam is in ons. Dan kunnen we niet alleen maar van hieruit vergeven, maar van hieruit. Vaak vergeven wij van hieruit en dan komt er weer zo'n akkefietje wat gelijkwaardig is met de situatie die jou is aangedaan. En opeens popt het weer op. Maar wanneer vergeving van hieruit plaatsvindt, heb je er geen moeite mee. Dan weet je, het is een gepasseerd station. Het doet mij geen pijn meer. Want ik heb dat overwonnen. En ik kan dan op zo'n moment getuige zijn of een hulp zijn voor de ander, die ook op die moment door dezelfde situatie heen gaat. Vergeving is niet zozeer dat we onze verdriet weg moeten stoppen. Hè? Of dat we onze gevoelens weg moeten stoppen. Vergeving betekent eigenlijk, ik heb het recht niet om mijn gelijk te halen meer. Ik laat de wraak en de recht aan u overvallen. Wilt u het voor mij doen? Wilt u het uitwerken? In mij. Een verhaal van Tamar en Ammon. U kent het verhaal in 2 Samuel 15. Ammon en Tamar waren halfzusters, halfbroers, paar broers en zussen. Ja. Ammon heeft Tamar verkracht.
Amon heeft Tamar verkracht. Absalom, een broer van hen, die hoorde dat en die zag dat Tamar gewoon zo teruggetrokken was. En die zei, wat is er met jou aan de hand? En Tamar vertelde aan haar broer wat er gebeurd is. En ik begrijp Absalom. Hij had moeite om te vergeven. Maar had hij nou maar die weg genomen van vergeving, zoals zijn vader gedaan heeft. En zijn vader die kon zich er later weer bij neerleggen. Maar het staat in dit verhaal, in 2 Samuel 13 vers 23, het gebeurde 2 jaar later. Wat ik daar mee bedoel te zeggen is, tijd heelt niet. Het komt steeds terug. 2 jaar is een lange tijd, is een lange periode. En toch na 2 jaar kwam het weer in de mond. Die boosheid, die kwaadheid, die vergelding willen zoeken, recht willen zoeken. Maar het heeft maar bij God de Vader gebracht. Dan gaat God hem genezen, gelijk Jozef dat gedaan heeft. En dan had hij gewoon een nieuw jaar in kunnen gaan met blijdschap en vreugde. Maar hij heeft Amon vermoord. 2 jaren later. En hij verzon een list en liet zijn broers komen. En op dat moment heeft hij Amon vermoord. En hij moest vluchten. En hij moest vluchten. En hij bleef enkele jaren bleef hij weg. Maar David, dat kunt u in die hoofdstuk lezen. David had zich erbij neergelegd. Hij had geen woede meer, geen boosheid meer aangaande wat is gebeurd tussen Absalom en Amon. Maar ten tijde dat Absalom verbleef bij de vader van zijn moeder in Geesdeur, verlangde David zo erg naar hem. En weet u, dat is wat vergeving kan doen. Vergeving kan dat bewerkstelligen. David had recht om als vader een bepaalde houding aan te nemen tegen Absalom. Wat denk je wel? Dat je je broer vermoord hebt. Wie denk je wel dat je bent? Maar er kwam vergeving in de man. En hij verlangde naar zijn zoon. Hij verlangde zo naar zijn zoon. En zijn legeroverste Joab, die zag dat. En die ook met een list ging, liet een vrouw komen bij David en vertelde. En gaan een verhaal. En David zegt ja. En hij begreep het verhaal en hij doorzag het verhaal dat het ging om hem en zijn zoon Absalom. En hij zei tegen die vrouw, wie heeft jou hiertoe, naar hiertoe geleid om dit tegen mij te zeggen? Toen zei de vrouw Joab. En zijn hart brak en hij zei tegen Joab, haal Absalom terug. David wist wat vergeving was. Daarom kon hij die daden recht in de ogen zien, ongeacht dat het zijn eigen kinderen betrof. Teruggekomen bij het hof. Absalom, hij was blij natuurlijk. Maar zijn vader zegt, je mag mij niet meer, nog niet zien. Ik kan je gewoon nog niet zien. Ik vergeef je, maar ik kan je nog niet zien. Dat is het verschil tussen een goddelijke vergeving en menselijke vergeving. Ik vergeef jou, maar houd toch nog even afstand van me. Want ja, ik kan het toch niet handelen, want elke keer als ik jou zie, dan moet ik gelijk aan de situatie denken. God, wanneer wij vergeven, vergeeft hij direct. Dan is het net alsof hij alles wat jij verkeerd hebt gedaan, of hetgeen wat jij hebt verkeerd gedaan, of wat degene jou verkeerd hebt gedaan, werpt in de zee. En daar gewoon niet meer aan terugdenkt. Dat is God. In Jesaja 55 zegt, hij vergeeft veelvuldig. Houdt het dan in dat we moeten blijven zondigen? Nee, dat laat zijn grootheid zien. Op grond van Golgotha's werk mocht het in alle tijden komen. Is het dan nog goedkoop geworden, het werk op Golgotha? Dat moet u en ik zelf persoonlijk besluiten. Maar het was alles wat God daar gaf op Golgotha. En David realiseerde dat. Maar Absalom niet. En wat gebeurde er? En dat lezen we, lieve mensen, in het hoofdstuk 2 Samuel 15. Dat ga ik met u aan u lezen. Vanaf vers 1, vanaf vers 3. Zei Absalom tegen hem, zie uw zaken zijn goed en rechtmatig. Maar bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. Verder zei Absalom, als men mij naar maar tot rechter in het land aanstelde, dan zou ieder die een geschil of rechtszaak heeft bij mij kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. Ook gebeurde hem dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. En dan staat er in vers 7, na een verloop van 40 jaar zei Absalom tegen de koning, laat mij gaan om mijn geloofde die ik voor de Heere afgelegd heb in Hebron aan te komen. 40 jaar
een commentaar zegt, daar bedoelt men mee 4 jaar. Kan. Ja. Maar dan staat hij 40 jaar. Hij heeft 40 jaar met die pijn gelopen. Ja, dat hij niet echt voor vol werd aangezien door zijn vader. Terwijl zijn vader hem vergeving had geschonken. En nochtans kwam er in hem ook een hoogmoed. En hij probeerde die mensen op die wijze te manipuleren. Tijd heelt niet. Tijd heelt echt niet. Vergeving heelt. We zien het in het leven van Absalom. Hij bleef maar vasthouden aan die pijn. Ja. Vanwege Tamar. Dat ze verkracht is. Vanwege het feit dat hij niet direct in eer is hersteld bij de vader. Dat hij niet direct mocht komen bij de vader. En dan kwam in hem opstand op. Ach, had hij maar de vergeving van de vader aangenomen. Wat ik wil zeggen eigenlijk door deze prediking heen, door dit woord heen. Ja, leg af. Leg af gewoon wat u pijn hebt gedaan. Afgelopen jaar 2019. Zodat je 2020 met blijdschap binnen kan gaan. Zodat je met open vizier hetgene wat God brengt op jouw pad, ook alle moeite, ook alle zorg, kan en mag overwinnen. En wat Absalom deed, hij wou de troon van zijn vader overnemen. Maar hoe kwam dat? Wat is eigenlijk de oorzaak van dat hij dit gedaan heeft? Omdat hij niet kon vergeven. Hij kreeg vergeving van zijn vader, maar hij kon niet vergeven. Daardoor ging hij in opstand. Daardoor kwam er toch altijd die gevoelens van ik ben het niet waard. Ik wil mij bewijzen. Wanneer je vergeven bent, hoef je niet meer te bewijzen. God neemt je aan zoals je bent. Als je vergeven bent door God, je hebt hem aangenomen, hoef je niet hard te werken, je best te doen om in de gunst te komen van hem. Van God de Vader. Je bent al een begunstigde op het moment dat je hart openstelt voor hem. Dan wil hij die weg gaan met jou. Tijd heelt niet alle wonden. Vergeet hem wel. Vergeet nooit de tekst van het gebed van onze vader. Daar staat Matthäus 6 vers 12. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En vers 14 zegt vervolgens. Want als u de mensen een overtreding vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen een overtreding niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Ook niet vergeven. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. En ik ben ervan overtuigd dat in het afgelopen jaar op ons levenspad, in ons levensbootje, wij teleurstellingen hebben meegemaakt. Door mensen aangedaan. Woorden die ze hebben uitgesproken. Te minder ben jij. Of wie denk je wel dat je bent? Ga niet naar je schoenen lopen. Je bent het niet waard. Je bent het niet waard. Allemaal woorden die ons pijn doen. En de zwakte van de mens, wanneer hij niet die weg van vergeving wil gaan, neemt hij mee naar het volgende jaar. En dan begin je volgend jaar alweer met een obstakel die je eigenlijk in 2019 beter had af kunnen leggen. En in nieuwheid gewoon in 2020 kan wandelen. En dat is echt hetgene wat mij in de laatste 30, 35 jaar is opgevallen. En ik zou u zeggen, ik was er zelf ook eentje. Ook ik had pijn en teleurstelling. Ook ik werd afgewezen door heel veel mensen. In de kerk hoor. Niet van vroeger, maar gewoon in de kerk hier. Broeders en zusters, wedergeboren. Gij is heel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Maar als het erop aankomt, en gaan de theologische verschillen, dan ging het gewoon mis. En het is spijtig. Dat is jammer. En dat doet zeer. En ik heb het soms meegenomen naar het volgend jaar, met alle gevolgen van die. Maar weet u wat ik gedaan heb? Ik heb ze ook beleden. Ik heb ook gezegd tegen onder andere ook de oudste raad, de leiders van de gemeente. Nieuwe leiders aangesteld. Ik durfde geen nieuwe leiders meer aan te stellen. Want ach, wat deed het zeer als juist de leiders heel dichtbij je jouw vaarwel zeggen. En dat doet zeer. Want het zijn niet alleen maar broeders, het zijn gewoon vrienden geworden. Vrienden voor het leven, dacht ik. En broeders die bereid zijn geweest, en zusters die bereid zijn geweest om de pijn in alle omstandigheden te gaan dragen. Ik wil niet zeggen dat zij allemaal verkeerd waren. Ik was ook verkeerd. Begrijp me goed. Maar wie ook verkeerd is, dat is niet meer belangrijk.
Wat belangrijk is, ik wil verder gaan. En wanneer ik verder wil gaan, moet ik vergeving kunnen schenken en vergeving kunnen ontvangen. En lieve broeders en zusters, beste luisteraars, ga ik niet 2020 in met oud zeer van 2019. Het zal een obstakel zijn. Het blokkeert u in die wandel met God. Want er is zoveel moois om te bereiken. En David was deels een geweldig voorbeeld van God de Vader. Hij kon vergeven. En omdat hij kon vergeven, was er ruimte voor zijn zoon. Helaas heeft zijn zoon het niet opgepakt zoals bedoeld is. Om een waardige opvolger te worden. Maar door manipulatie en intimidatie bracht hij het hart van het volk te winnen. Maar David wist het hart van God te winnen. Daarom werd hij in die situatie veiliggesteld door God. En toen Absalom dreigde te verliezen en vluchtte voor de bevelhebbers van David, staat er in 2 Samuel 18 dit. Het spreekt zo van het geweldige, vergevende hart van David. En de koning gaf bevel aan Joab, Abisai en Ittai: behandel de jongen Absalom met zachtheid, ter wille van mij. En heel het volk hoorde het toen de koning aan al de bevelhebbers bevel gaf ten aanzien van Absalom. En heel het volk hoorde daar op het kruis van Golgotha toen Jezus zei: Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Heel het volk hoorde dat. En dit was een geweldige voorafschaduwing wat David hier uitsprak. Ten aanzien van het volk. Ten aanzien van een jongen die opstond tegen zijn vader. Die probeerde het koningschap met geweld te bemachtigen. Zegt David, zoals hij daar is en stond. Zegt hij: behandel hem met zachtheid. En dat is wat God ook wil doen met u. Hij wil u behandelen met zachtheid. Met al uw tekorten, met mijn tekorten. Is het goed om het nieuwe jaar zo binnen te gaan? Te weten dat je bent geliefd. Dat je bent geliefd. En de stap die u en ik mogen zetten om werkelijk 2020 blanco binnen te gaan, is te vergeven hetgeen wat is aangedaan. Woorden die zijn uitgesproken over u. Misschien bent u boos over wat over uw man, of over uw vrouw, of uw kinderen is uitgesproken. Ja, of over een familielid. Allerlei pijnlijke zaken. Afwijzing misschien op het werk. Op school. Heel veel moeite met bepaalde medeleerlingen of met een bepaalde leraar of lerares op school. Vergeef. Maar vergeef niet vanuit het verstand, omdat ik dat nu zeg, omdat Gods woord ons dat leert. Maar vergeef vanuit uw hart. Dan zult u zien. Dan zult u gelijk een David zijn. Handelen overeenkomstig David. Ook al ben je zo te schande gemaakt. Weet u, David, vanwege zijn overspel met Bathsheba, zijn naam aan tegen hem: Je vrouwen zullen door je eigen kinderen, ja, gebruikt worden. En dat is wat gebeurt. Toen Absalom trachtte David's troon te nemen. En David vluchtte, ging Absalom met al zijn vrouw ten aanzien van heel het volk. Dat doet zeer. Ik zou zeggen: wat, Joab, bala, ransel hem af als je hem vindt. Maar hij zegt: behandel hem met zachtheid. Dat maakt mij weer klaar. Niet verdrietig, maar wel nederig. En met respect opzien naar de vader. Dan bent u toch geweldig. En Heer Jezus, ze sloegen hem. Ze spuugden hem. Ze hebben een doornenkroon op je hoofd gezet. Ze hebben een satijnen kleed, zodat u als koning zou zijn. En nogthans sprak u de woorden, toen u daar hing aan het kruis: Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, ik wil zo bidden, ook op dit moment. Heer, voor ieder van ons, zoals wij hier zijn. Zoals we hier zitten. En zoals we luisteren thuis. Heer, wil ons helpen om vergeving uit te spreken. Heer, aan degene die ons tekort heeft gedaan. En wanneer ik iemand tekort heb gedaan, Heer, geef mij die ruimte, Heer, om werkelijk ook die stappen te mogen maken. Heer, het willen en het werken, dat kunt u doen, Heer. Niet door kracht nog wel, maar door uw geest. Zodat ik het nieuwe jaar 2020 binnen mag gaan met vreugde en blijdschap. Dank u wel, Vader, dat u zo op dit moment, Heer, ons wil bezoeken zoals we hier zitten. En wanneer we thuis zijn, zoals we thuis aan het luisteren zijn.
wanneer er zaken zijn, dan roep ik u op, lieve broeder, lieve zuster, beste luisteraar. Leg het neer aan de voeten van het kruis en sluit 2019 af door vergeving te schenken daar waar u tekort gedaan is. En dat de weg van vergeving open zal staan. Zoals u ons heeft geleerd, zoals we net hebben gelezen in Matthäus 6. Wanneer we vergeven, Heere, dan vergeeft u ons ook. Maar wanneer we niet vergeven, de overtredingen van anderen ten opzichte van ons, zal u onze overtredingen ook niet vergeven. Het is wat uw woord ons leert. En dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we op dit moment, moment van stilte mogen hebben. En één op één mogen zijn met u. Wanneer er zaken zijn die ons zo belemmeren, waarvoor we vergeving mogen uitspreken, dat we uw hulp mogen vragen op dit moment, in Jezus' naam. En de koning gaf bevel aan Joab, Abisai en Ittai. Behandel de jongen Absalom met zachtheid, ter wille van mij. Behandel de ander die mij zo pijn heeft gedaan, met zachtheid. En ik wil hem vergeven. En heel het volk hoorde het toen de koning en alle bevelhebbers bevel gaf ten aanzien van Absalom. God is een geweldige God. God is een vergevende God. Verleden kan, wat gebeurd is, kan niet hersteld worden. Door gewoon zomaar het nieuwe jaar in te gaan en te zeggen, ach, zodanig, vergeef. Dat is de sleutel om in het nieuwe jaar binnen te gaan. En als je het niet vergeeft, blijf je vastzitten aan het verleden. Maar als je hebt vergeven, dan ga je merken dat het verleden niet meer aan je vastkleeft. Als je hebt vergeven, dan gaat je merken dat het verleden niet meer aan je vastkleeft. Wat is daarvoor nodig? Vergeving uit te spreken naar de ander die het tekort heeft gedaan. Als we ervoor kiezen om te vergeven, dan zal de uitwerking wat we hebben meegemaakt voor ons best wel zijn. Het slechte wat ons is overkomen, kan dan het goede dat God met ons voor heeft niet meer in de weg staan. Als wij vergeven, stort God zijn vrijheid, genade, vrede, blijdschap en liefde in ons hart. Dat was een dagtekst van 31 augustus, vorig jaar. Wat mij zo heeft geraakt. Wil ik bitter blijven het nieuwe jaar, of wil ik beter worden het nieuwe jaar? Laat dat uw beleid en mijn beleid zijn. Ik wil niet meer bitter zijn. Ik wil beter. Amen. 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 Joy, zullen we nog een keer zingen?